Ja, welkom. Ik zit hier aan tafel met de drie mensen waar het om gaat. Bijna geen introductie meer nodig. Twee Anna's, regisseur. Ik ga even beginnen met, hoe was dit? Mag ik daarmee? Ja. Ik vond het echt een feest. Een ontzettende fijne ervaring. Ik ben nog een beetje vol ervan, want ja, we komen net van het toneel, we pleuren ons even in andere make-up. Er is geloof ik ook een regeling dat je, als het tot een rechtszaak komt, dat je als acteur een paar uur na een voorstelling spelen nog ontoerekeningsvatbaar bent. Oh. Dat is echt zo, ja. Dus dan kun je aanvoeren als je iets raars doet. En dat is toch altijd een beetje zo dat wij staan eigenlijk, we zitten hier heel netjes bij, maar het is ook al een intense reis. En het is ook heel gek dat we de zaal mensen niet hebben gezien, maar toch wel ergens hebben gevoeld van, we hebben wel iets gemaakt. Spirit. Nou ja, want werd er ook naar verwezen in het andere gesprek van, geen applaus, maar toch heel veel kijkers zitten er thuis te kijken naar de voorstelling. Het is toch opeens zo'n lege zaal. Hoe is dat qua dynamiek om voor te spelen? Het is heel raar, maar we hebben zoveel gerepeteerd op deze manier dat het. We zijn het nu helemaal gewend. Dus we hebben een heel ander concept natuurlijk, hè, met de camera. Dus wij hebben gewoon een soort wereld. Wij zitten eigenlijk in een wereldje. En het voelt alsof mensen dan. Ik weet helemaal niet dat mensen naar me kijken. Wij doen gewoon ons spel. De camera nemen wij echt mee. Ja. Met ons mee als een soort, een soort bondgenoot. Ja. En daarom is die zaal niet zo leeg meer. Ik denk dat het anders zou zijn als de registratie is met daar staat de camera en we gaan het spelen. Maar we hebben eigenlijk een soort live film gemaakt. Een soort nieuw mengvorm voor mijn gevoel. En bijna ook, het leek bijna ook intiemer misschien wel, hè? Zou je dat ook zo kunnen zeggen? Ja, zeker. Het is dichtbij. Het is heel close. Het is kijken in de camera. Je kijkt natuurlijk nooit echt publiek zo ontzettend aan. Dat kan niet met 1400 man in deze zaal. Maar dat is, ik denk dat het zeker intiemer is. En nog extra dat mensen misschien thuis zaten. Misschien wel gewoon op een bed met de laptop. Dus ik weet het niet. Dus ik denk dat het eigenlijk heel intiem is voor de opera. Ja. Sowieso heerlijk om dat in te beelden hoe ook kijkers misschien erbij zitten. Inderdaad, terwijl ze naar jullie kijken. Heel anders dan normaal gesproken natuurlijk. Ja. Ik heb er zo min mogelijk aan gedacht eigenlijk. Ik ben gewoon bezig met dat verhaal. En nu denk ik van, oké, wie hebben er eigenlijk gekeken? Maar ik heb dat een beetje geblokt van tevoren. Maar op zich zijn jullie ook met iets heel anders bezig dan daaraan denken, lijkt me op dat moment. Ja, daar ben je helemaal niet mee bezig. Hey, en Ola, voor jou. Hoe was deze avond? Ik heb jullie allemaal gevoeld. Ik zat daar en ik doe het echt voor het publiek. Ik voelde iedere kijker. Het was zo raar. Er was één moment waar jouw zender niet aan is. En dat kan ik niet weten in de zaal. En ik zei tegen mijn regieassistent, Anna's tekst was niet te horen. En dat kan ik helemaal niet weten. Ik ging naar de geluidsman na afloop. En hij zei inderdaad, de eerste tekst was niet te horen. De allereerste alleen. Oh, het was zo weird dat ik werkelijk weet dat er een collectief, weet je, live theater, helaas hebben we dat nou al een tijdje niet meegemaakt, is een energie van een aantal zielen die helpen dat deze twee godinnen, dat die het deze dag net even beter doen dan daarvoor. Dat is een energie in de zaal, daarom is ook theater nooit gestopt. En ik had nooit gedacht dat het mogelijk zou zijn, ik heb het wel gehoopt, dat het mogelijk is om in coronatijden hetzelfde gevoel te krijgen. En werkelijk, u was er. Bij ons in de Stropera, in ons hart. Ik weet het. En het was echt te gek. En hoe belangrijk is zo'n voorstelling als deze juist nu? Heel. Echt, werkelijk. En ik heb ook gehoopt dat mensen daar rust voor nemen. En werkelijk, we hebben zo ons ziel en hebben en houden eraan gegeven, juist in deze tijden, niet met een compromis als kunstenaar bij het publiek te komen. Waar of niet? We hebben werkelijk een nieuwe kunstvorm uitgevonden in deze tijd, om alsjeblieft niet kunst met een soort van, dan doen we het maar zo. Daarvoor zijn we niet op aarde. Daarvoor. En dat is niet jouw manier van werken?
Nee, maar ik vind als kunstenaar is... Dat kan je ook niet. Of je bent het of je bent het niet. En als je het bent, dan kan je in een dictatoriaal regime... en dat is pas een beperking, hè? Kan je kunst maken en compromisloze kunst. En op dit moment moet je afvragen, oké, nou is corona. Wij zijn een gevaar voor ons publiek. Dit is zo'n raar gevoel. Wij, die ons ziel blootleggen, een gevaar. Dat vind ik al, aan zich is het al een absurditeit. En dan denk je, hoe ga je dat aanpakken? En weet je wat de sleutel is? Dat is dit team. Of het nou de camera, regisseur, de vrouw achter de totaalcamera... of Grigor, die zeg maar letterlijk een solist werd. Ja. Het was niet filmen. Het was, ik doe mee. Ik vertel het verhaal mee. Ik leef mee met de Anna. Ik ga jouw hart voelen. En dan ga ik kiezen, hè, wat jij voelt. En hoe krijg ik dat gevoel bij u? En als er zoveel mensen... of het nou een maatschappij, een theaterstuk... of naar één punt toe gaan... dan maakt het niet uit wat in de wereld gebeurt. Het lukt altijd om iets te vinden... Eén iets te vinden wat mogelijk is en daarin kan opbloeien tot iets geniaals. En dat, we wisten het niet, maar we waren de daredevils die het geprobeerd hebben. En... Ja, en het ook, ik denk ook dat het een waarde heeft dat het theater is en nu live, terwijl iedereen keek, toen was het. Het is niet iets wat nu... nog wat je nog ergens op pauze kan zetten, wat je morgen verder af kan kijken, waar je het was toen, het was net en nu niet meer of zo. Dat vind ik heel mooi. Dus het komt een beetje ook een stukje bij dezelfde magie, als we misschien zo kunnen zeggen, ja, die theater, ja, en opera, ja, voor. Precies, dat het was net. En als je nu inschakelt, dan heb je het niet gezien. En dat vind ik eigenlijk wel. Dat is gewoon het nieuwe chic. Nu alles overal vindbaar blijft en alles overal weer terug te kijken is en zo. En nee, dit was het. Dat vind ik. Alle scenario's die we zijn afgegaan. Wat als een camera uitvalt? Wat als whatever gebeurt? Je scenario's die we allemaal zijn afgegaan. Ja, en het is ook niet makkelijk repeteren. Met afstanden, met shots maken. Dingen die we heel... We hadden vorig jaar, was het een week voor de première, was de lockdown. Dus we hadden eigenlijk al een hele voorstelling klaarstaan. En die voorstelling moest echt worden aangepast. Want het voelt heel erg... Er waren dus dingen dat we in elkaars oor fluisterden... of met elkaar gingen vechten. En dat moesten we gewoon helemaal ombouwen. Dus het is echt een nieuw... Ze mochten niet in elkaars buurt komen... terwijl ze één persoon spelen. En we hadden heel veel scènes waar ze elkaar aanraakten... en echt in elkaar overliepen. En de regel hier is anders dan bij de film. Zij moesten 2,5 meter afstand houden. Dus het was heel erg moeilijk om een camerapositie te vinden... waarop de kijker voelt en zij twee zeg maar de afstanden kunnen houden. Ja, en de kijker wel voelt. Ja. Maar dat is echt een stop. Het voelt bijna als twee aparte voorstellingen die jullie eigenlijk hebben gecreëerd. Totaal. Ja. Ja. Met meetlatten. Ja, de hele tijd jaar was die meetlatten. Ja, een stok van 2,5 meter. Dan stonden we er. Nee, ik kom echt even een stok tussen. Ja. Nee, maar vorig jaar was echt een andere voorstelling. En dat was een soort van voorwerk voor deze voorstelling. Zo voelt het. Een ander kunstwerk was. Ja. En we waren ook heel erg trots dat Marieke Lucas Reineveld een gedicht heeft geschreven. Prachtig. En bereid was het tussen ons in... te spreken over de doodzondes in deze tijd. Dus dat vonden wij ook heel, heel belangrijk. Dat zeg maar Weil Brecht, maar ook iemand van deze tijd. Helaas zijn ze nog actueel namelijk. Het is zo jammer dat we niet konden zeggen van nou, dat speelt nu niet meer. Nee. Jammer, hè? Maar voelde het ook, ik denk voor jullie ook nog eens keer, juist nu extra belangrijk? We hadden het net al over, inderdaad, in deze tijd, theaters, alles staat leeg. Voelde het ook een soort van extra druk, niet per se negatief, maar om dit te maken en te spelen? Dat niet echt. Gewoon alleen maar de levenslust en de energie van, oh, we willen weer iets maken. We kunnen dat doen als we het, hè, met allerlei voorwaarden, maar... Die een extra drive van iedereen. Niemand zat tot zijn nek vol van... oh, ik doe het er even bij. Iedereen deed dit helemaal vol. Maar ik had me niet echt gerealiseerd dat het zo'n impact zou hebben... dat het de dag na de verkiezingen is. En dat me eigenlijk bezighoudt. En als je denkt, het is 100 jaar geleden geschreven. En ja, de jaren 30 was voor sfeer was er toen in Duitsland. En
het gaat over onrecht, sommige stukken in het stuk. En eigenlijk was ik vooral vandaag, kreeg het weer een hele andere lading dan de laatste repetitie afgelopen zondag. Dus ik had er niet op gerekend dat ik dat ook weer mee kon nemen. Van, oh, we zijn ook bezig met, hoe is het land? Het is ook een beetje anticapitalistisch. Mm-hmm. Het is ook een beetje, het schetst een soort Amerika van... kapitalisme, geld verdienen, daar waren Brecht en Weil heel erg mee bezig. Dat was natuurlijk de wereld toen en hun plek en het Duitsland, het interbellum. En dat voelde ik vandaag ook weer, die urgentie. Daar had ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Hadden jullie het ook, Jette? Ja, ik blijf de hele tijd zo... Ik vind het zo ongelooflijk wat Anna met Anna doet. Dus dat Anna de hele tijd dwingt dingen te doen die ze helemaal niet wil, niet kan. En dat zij gewoon helemaal gek wordt. En op het laatst dat ze dan toch weer bij elkaar komen. Ik vind dat zo. En ik heb gewoon het gevoel dat mensen dat met elkaar doen, maar ook met zichzelf doen. En daarom blijft dit gewoon een actueel stuk. Want je moet dit en je moet dat en je moet zus. En zo werkt de wereld en zo is het. En dit, weet je wel. En... ja, daarom vind ik het ongelooflijk rakend, nu nog steeds. En dan dat, zeg maar, met zoveel mededogen naar je eigen schaduwkant. Dat geldt, zeg maar, voor de twee Anna's. Maar ook wat Marieke Lucas Reineveld heeft gedaan, zeg maar, keihard de zondes. Maar op een manier, en dat doet Weil ook, dat je je gevoeld voelt. Dat je niet op een of ander schandpaal komt als je schaduwkant getriggerd wordt. Maar dat... dat er iemand je getuigt en zo'n stem verschijnt. Zoals Eva-Maria Westbroek kan zingen. En Anna met een pijn naar buiten komt. Die je laat voelen waarom iemand een zonde pleegt. En dat hebben jullie echt super, super voelbaar gemaakt. En ik geloof dat daarin Weil en Brecht en ook het gedicht waarmee we openden. Het is zo makkelijk om de schuld heen en weer te roepen. Maar het is, geloof ik, in deze tijd veel belangrijker om het duidelijk en helder te benoemen. Dus daar ook het niet te ontwijken, maar een zeker mededogen te hebben. Al is het soms in zo'n Weil-lijn als je huilt. Soms in jouw stem. En toen zaakte ik mijn schwester. Weet je... Denk je dat er te weinig gebeurt nu? Ja, dat... ja, daar wordt heel veel rationeel gedaan. Maar ik hou er echt van om... nou ja, wat het stuk zegt. Jij hebt ook een schaduwkant. En het helpt meer... om elkaar te voelen en daarin jezelf te herkennen. Wat niet betekent dat je ook maar iets accepteert. Maar ik word een beetje treurig als het de hele tijd daarover gaat wat voor fout iemand heeft gemaakt. En wat dan de straf daarvoor is. Ja. En dit stuk gaat eraan voorbij. Je hebt het gedicht gehoord en kijk, alle doodzondes worden genoemd. Het is niet dat ze niet duidelijk zijn of dat iemand zegt dat het goed is. Nee. Maar er komt altijd een lijn in Weil. Hè? Jij kan het muzikaal misschien beter uitleggen. Zo'n mededogenlijn die dan ineens komt. Als zij in zorn ineens zo waar, dan doet Weil een hele zachte... Geniaal, natuurlijk. Hoe heet zoiets? Ik heb mijn eerste opera gemaakt, jongens. Zij moet dit jeeld overnemen. Nee, jullie zijn mijn kenners hier. Ik ben theoreticus. Nee, maar die dynamiek in de muziek, die heeft dat ook, inderdaad. Het doet zo'n schouder... Grappig erover. Ja. En ach, weet je wel, zoiets. Ja. En dan opeens weer zo'n hele mooie ontroerende lijn. Of bijvoorbeeld dat nadat dat we... ik maak het kunstwerk van André Joosten kapot. Dat scheur ik kapot. En daarna heb je de familie die echt een soort engelachtig a cappella... Hè, dat is heel, heel knap. Een stuk zingen voor ons, naar ons. Met een fantastische tekst ook. Met een fantastische tekst. Dat het dan zo... dat die contrasten zo groot zijn. Dat is echt allemaal. Wat hoop je eigenlijk dat de kijkers thuis hebben gevoeld... na het kijk hiervan, dat beleef hiervan. Als je nu er toch even over nadenkt. Ja, ik denk gewoon... alles wat je gevoeld hebt, is goed gewoon. Dat heb ik heel erg. Dat ik denk, ja, je mag hier echt... Je mag alles. Je mag alles. Je mag denken van... dit was lekker. Of dit was eng. Of dit snap ik wel. Of dit stukje snapte ik heel goed. Of dit, ik weet het niet. Ik denk echt...
ja, neem het en geniet er. Ja, ik weet niet. Dat heb ik echt zo van, wij hebben dit laten zien en pak wat je wil pakken. Het is denk ik wel een goede opera voor als je nog niet Wagner-kenner bent of zo. Ik bedoel, je kan hier... Het zijn echt songs. Het zit makkelijker. Zet het ook thuis. Ja. Maar zet thuis die muziek nog eens op. Het zijn echt songs. Het zijn hele mooie nummers ook echt. Dus hou het een beetje bij als je het mooi vond, zou ik zeggen. En wat denk jij, even Maria? Ik denk dat de kijker wat zou... Oh, dat vind ik heel moeilijk, joh. Ik hoop dat ze het leuk vonden. En we doen ons best. We hebben zelf... ik ben heel egoïstisch. Ik heb het zelf gewoon heel erg leuk gevonden. Dus ja, whatever. Ja. Nou ja, want dat is ook iets waar we het net over hadden. Drie vrouwen. Die voor een jong meisje opkomen, die Anna heet. Ja. Dat is een jong meisje, die doet niet mee met de maatschappij. Die mag gewoon niet meedoen omdat ze arm is. En die heeft ergens in haar gevoel zoiets van, ik moet hier weg. Ik heb het gevoel dat het leven ook voor mij is. Dat deze wereld ook iets voor mij in petto heeft. En durft de sprong te wagen, die wij ook durfden te wagen om hier aan te beginnen, zeg maar, in coronatijden. Durft de sprong te wagen naar een reis. Helemaal in haar eentje. Helemaal in haar eentje. Een jong meisje. Door grote Amerikaanse steden. Geen cent. Jat gewoon een beetje wat je in het begin ziet, hoe ze bij het orkest wegjatten. Jat een beetje geld om het te halen. En haalt het. Alleen, ze wordt dan net zoals zij. Dat heb je zo met die 60e jaren. Die kwamen dan de politiek in. Waren ze nog erger dan die wat tegen ze gerebelleerd hebben. Dat gebeurt een beetje met haar. En dan ontdekt ze dat geluk niet is in alles te krijgen en te hebben. Maar dat je kijkt hoe het met de ander gaat. En ook dat is ons gelukt. Als je rondom kijkt, of het nou de leiding is, de technici, de griemers, de videomensen, het orkest, die waren ook blij. Weet je, iedereen was samen blij. Waar ik ook keek, zag ik een open hart wat dacht, ah, we hebben het gedaan, weet je. Ik vind het mooi om te doen. En dat is Anna dan, dat heeft ze dan ontdekt. Dat het helemaal niet erover gaat om alle dromen waar te maken. Maar gewoon om je heen te kijken en gewoon gelukkige mensen te zien. En dat jij gelukkig bent. En niet te graaien hebzuchtig naar, ik moet jouw geld hebben. En dan heb ik het. En dan denk ik, nou ben ik gelukkig. Maar het maakt me helemaal niet gelukkig. Is dat misschien ook, want je zei het ook al, verkiezingen en ook de tijd. Juist nu, nou, het is inderdaad 1000 keer zeggen corona, wordt iedereen al moe bijna van het woord. Maar is dat misschien toch ook... Juist waarom de kracht van het stuk nu, dat die betekenis ook misschien extra belangrijk voelt of is? Of ja, zoals zij het doen, wat ik net zei, met mededogen, met kunst, met betovering. Ik kijk heel graag naar hun en ook naar alle anderen op het podium. Dus ik vind het echt betoverend om zo'n hard verhaal op zo'n manier in mijn hart te krijgen. Dat wel. Dus niet de moraal, maar zoals jullie het doen. Dat ik echt denk, oh ja, ik voel me gezien. Ach, dat ken ik, dat herken ik. En dan krijg ik ook nog een cadeautje. En ik kan me misschien voorstellen dat jullie hebben ook echt het belang van kunst weer laten zien. Opnieuw en opnieuw. Ja, het is wel een beetje saai geworden. Maar je kan niet je vrienden zien, je kan niet meer naar het theater. Ik kan niet meer tango dansen. Ik ben zo blij dat we dit konden geven en zelf beleven. Ja. Ja, dat denk ik ook. Ik denk wel dat dit soort dingen. Ik ben wel blij dat dit soort dingen er zijn. Om het levend te houden in jezelf. Om even iets anders te zien dan wat je gewend bent om te kijken nu. Dat er even iets anders gebeurt. Dat is denk ik wel heel fijn. En voor jou? Ja, ik val gewoon helemaal van mijn stok in. Sorry, ik zit een beetje gaar. Ik wil net zeggen, ik vind het wel... We hebben ook net gespeeld, hè? Dat is ja, voor mij. Wacht, sorry. Rustig aan. Zegt een, ik weet het even niet. Ik ben een beetje jullie van de coulissen hierheen gerend. Dus ik... Ja, we zijn echt door het hele gebouw hebben we gezien. Ik snap dat daar een kwartiertje voor uitgetrokken was. Om hier te komen. Van de kleedkamer naar hier. Sorry. Nou, eigenlijk de... Nee, geen... ik zit hier helemaal relaxed. Jullie komen net van een gigantische prestatie. Sorry, dus nee, joh, geen... Nou, eigenlijk wat... dat een soort bevestiging bijna, maar ook de vraag. Dat
wat jullie hebben neergezet is natuurlijk eigenlijk weer opnieuw de bevestiging hoe belangrijk kunst is, hoe belangrijk spelen is, hoe belangrijk maken is. En eigenlijk... Ik denk dat het zo ontzettend belangrijk is in een mensenleven om kunst te zien en te beleven en muziek. En ik denk dat dat de reden is waarom we vaak leven. En het geeft ons troost, het helpt ons door de moeilijke tijden. Het geeft ons vrolijkheid, het geeft ons alles, kunst. Dus ik denk dat het ongelooflijk erg is dat er nu geen kunst is. Maar er zijn natuurlijk veel erger dingen als je natuurlijk opeens heel erg ziek bent. Maar dus het is fantastisch dat we dit hebben kunnen doen. Ja, wat kan ik anders zeggen? Ja, ik denk dat het heel mooi woord is. Ja. En, zij heeft het stuk gekozen. Ja, dat is eigenlijk jouw keuze. Bij. Ja, ik vind het zo leuk. Prachtig stuk. En die humor en die stijl uit die tijd. Ja, ik vind het gewoon helemaal het einde. Het Duits ook, ja. Want je hebt het gekozen voordat inderdaad de hele pandemie uitbrak en alles. Ja. Het was zo'n idee van Anthony Heidweiler om dat ik Kurt Weill zou doen in Upper Ford Festival. En toen kwam hij met Ola. En toen zeiden ze, zo wil je dan een soort compilatie van allemaal liederen? En toen ben ik gaan luisteren en toen hoorde ik dit. Toen dacht ik, nou, dit is wel helemaal de bom. Dus toen zei Ola, nou, leuk. En toen heeft Ola Anna gevraagd. Dus dat was het eigenlijk, toch? En als je dan nagaat, inderdaad... Sorry, ik moet hoesten. Heb je water nog? Ik heb water. Ja, okay. En als je dan nagaat dat dan de keuze... Wacht, gewoon rustig even het hoedje. Als je dan nagaat dat de keuze natuurlijk van het stuk... en dat we net al zeiden, juist het stuk in dan deze periode, in deze tijd, na de verkiezingen... bijna op een beetje bijna melancholische manier, een mooie manier... beter kan eigenlijk bijna niet... Ja, ongelooflijk hè, hoe die dingen dan allemaal in elkaar vallen. Ja. Is, we hadden het er net al over, bijna een nieuwe kunstvorm is er ontstaan vanavond. Zou je kunnen zeggen, dit is iets waar ik vaker op deze manier mee ga werken? Eer los van even een pauze en ademen en bijkomen en nou ja, weet ik wat. Maar dit wordt misschien wel een vervolg voor een nieuwe manier van werken en creëren? Wat ik meeneem is meer elke ramp in je leven en ook in mijn eigen biografie, echt hele zware tijden, hebben met terugwerkende kracht altijd iets laten ontstaan. En dat heb ik nu ook meegemaakt. Dus door nood moesten wij een nieuwe kunstvorm bedenken. Want wij waren absoluut tegen elke Zoom-registratie van een opera. Mm. Daar wilden we ons allemaal niet voor lenen. Also, daar heb ik echt, daar vind ik mijn levenstijd te kort voor, om zo'n aftreksel, zeg maar, met zo'n... Nee, maar ik kan het niet. Ik kan het niet. Hè? En dan moet je iets, maar je wil. Sophie belt van, we willen het hernemen. Sophie is de directeur hier. En zij is helemaal verliefd op Eva, op het stuk. En dan denk je, ja, hoe? Ja, ik wil ook hernemen, maar hoe? En dan in die nood, hoe, begint dan stap voor stap een nieuwe kunstvorm te ontstaan. Maar je weet niet of het lukt. En de moed die zij had om daarin te gaan, hè, in iets onbekends nog. Hè. En wij alle, om daarin te geloven, terwijl we nog niet wisten dat het zou lukken. Want dat weet je niet als je de vrije val doet in je leven. En iets nieuws uitvindt, dan weet je nog niet of het goed wordt. Wij wisten allemaal toen nog niet wat we nu weten. En we hebben daar volledig in geloofd. We wisten het zal lukken, maar gebaseerd op wat? Ik weet het niet. Dus ik vind eigenlijk dat veel belangrijker om voor mij mee te nemen en de wereld in te sturen, dan of ik dit nog een keer copy-repeat doe. Maar het geeft zo'n vertrouwen dat wat er ook gebeurt, als je met de goede mensen op de goede plek bent, maar dan verzin je wel wat. Echt jouw creativiteit, Ola, dat is ongelooflijk. Jij gaat gewoon door en je gaat er gewoon dat idee van die documentaire gevoel. En dus allemaal, komt allemaal uit jouw hoofd. Hebben wij gewoon alleen maar aan meegedaan. Omdat ik niet zo goed kan zingen als jij. Wat moet ik anders? Ik bedoel, dan denk je, en ik kan me voorstellen dat jij nog meer met camera gaat doen. Want je hebt nog niet zoveel gedaan met film. En dat kan ik me wel voorstellen dat je dat hieruit meeneemt. Maar het is verre van ideaal. Laten we dat wel wezen. Liever acteer ik met mensen
die, dat we gewoon dicht bij elkaar mogen zonder zijn. Zonder dus lineaal ertussen. Ja, het is niet, het is niet wat je wil. En de vloer afgetaped en alle restricties. Nee, dat is niet ideaal natuurlijk. Wat is iets wat jullie hieruit zouden willen meenemen? Of inderdaad zouden we willen creëren? Kan ook nog. Wat, Anna gaat nou ja. Nog meer, veel meer opera doen. Wat ik hieruit meeneem? Ja, misschien dat je zegt, nou, ik... sorry hoor, ik moet met me heel bang om te hoesten. De openheid om dus iets tegemoet te treden en dat helemaal te doen. Dus elke emotie vol te doen. Dus alles... niet bang te zijn om helemaal voluit te gaan, zeg maar. Dat neem ik wel mee. Ja, ik, wat neem ik mee? Ik vond gewoon ook inderdaad precies dat voluit gaan. En, ja, ik geniet er zo van. Ik vind dat zo leuk. Ik voelde me net 5 jaar weer. Dat je een beetje de kleren uit je oma's kast. En dan, heerlijk. Ja. Ja. Ik heb er zo van genoten. Ja, dat kan ik. En wat neem ik mee, ja. Ik heb bijna het idee dat jullie gewoon weer met z'n drieën weer iets snel gaan creëren. Echt heel leuk gehad. Ja, ja, echt heel inspirerend. Echt super bedankt. Ik heb ook bijna, ik wil jullie ook niet meer ophouden. Ga alsjeblieft nog op een corona-proof manier met elkaar even iets drinken. Want echt mega dank dat jullie hier wilden zitten. Ook meteen gerend van het toneel hier naartoe. Bedankt voor het maken, en echt prachtig wat jullie hebben neergezet. Dankjewel. Mega dank. Echt geweldig.